Ik ben Lidwinne de Jong, ik ben 20 jaar oud, ik woon momenteel in Arnhem. Ik ben gek op dieren, op buiten zijn en op sporten. En momenteel doe ik mee aan de Miss Beauty of Gelderland verkiezing en ik ben daar finaliste. Ik heb me een tijd terug, ongeveer in februari, heb ik mij opgegeven voor de Miss verkiezing, de Miss Beauty of Gelderland. En hier ben ik uit ongeveer 300, 350 meiden uitgekozen om samen met de 13 anderen verder te gaan naar de finale die op 15 april is. Er zijn veel dingen die mensen mooi kunnen maken aan de binnenkant of aan de buitenkant. Dus ik vind dat iedereen wel iets heeft dat mooi is en wat diegene siert. Maar wat bijvoorbeeld andere mensen of visagisten vaak over mij zeggen, is dat ik wel hele mooie grote sprekende ogen heb en dat ik een heel prettig gezicht heb om mee te werken. Dus dat is meer ja, praktisch gezien. Ik heb moeite met de misverkiezing dat ik af en toe niet goed begrijp wat de anderen bedoelen of dat ik iets verkeerd opvat. En daardoor heb ik gewoon ja, toch wel af en toe last van bepaalde emoties die me dan overnemen. Dat ik niet zeker weet wat andere mensen van mij vinden en dan vul ik dat in. En dat kan ja, niet altijd positief uitpakken. Ik ben ongeveer een jaar geleden gediagnosticeerd met Asperger. Dit is een stoornis in het autisme spectrum. Dit is voor mij wel ja, ingewikkeld geweest omdat ik niet zo goed wist wat het inhield. Maar toch heeft het mij ook veel duidelijkheid geboden en een deel acceptatie van wie ik ben. Ik loop tegen verschillende dingen aan. Bijvoorbeeld op het gebied van planning en structuur aanbrengen in mijn eigen leven. Ook al heb ik er eigenlijk heel veel behoefte aan, vind ik het toch lastig om voor mezelf een planning te maken of om mezelf daar juist aan te houden. En dat brengt nog wel eens frictie teweeg. Ik oefen thuis heel veel en dan denk je waarschijnlijk waarmee oefen je dan thuis? We hebben ongeveer elke zondag hebben wij een bootcamp. Dit is bijvoorbeeld catwalk training of sporten. En vorige week zijn we bijvoorbeeld naar de marechaussee geweest. Hebben we de stormbaan zeg maar gedaan. Het was echt ongelooflijk leuk. Daar kan ik ook echt veel plezier uit halen. En daar werk je ook aan teambuilding. Dus daar heb ik ook heel veel aan. En bijvoorbeeld de catwalk training, dat kan je dan lekker thuis nog oefenen. En we hebben een choreografie die we voor de finale op 15 april nog moeten leren zeg maar. Dus die leer ik dan ook allemaal nog thuis aan. Dus er zijn best wat dingen die je moet doen. Nou ja, moet, die je mag doen eigenlijk. En nou ja, onder andere dus gewoon eigenlijk plezier hebben met de andere missen. Ja, heel veel. Het heeft mij persoonlijke groei eigenlijk al gebracht. Ik heb al heel veel geleerd over mezelf. En over hoe je met anderen en andere situaties kan omgaan. En vooral ook hoe ik meer van mezelf kan houden, als het ware. En dat zijn toch wel de dingen die ik daar nu al heb geleerd. Ja, zeker. Ik ga elke week vanaf nu een filmpje maken waarin ik jullie meeneem in mijn leven op dit moment. Wat dus betekent, nou ja, de aanloop naar de misverkiezing, de aanloop naar mijn verjaardag, want die is ook al bijna. En andere dingen waar ik mee zit, waar ik tegenaan loop of waar ik met jullie mijn mening eigenlijk deel. En van alles wat. Dus ik hoop dat jullie de aankomende tijd lekker met mij meekijken en volgen hoe het gaat in mijn leven.